Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking zei afgelopen dinsdag tijdens de behandeling van het grensprotocol met Frankrijk dat de behandeling niets te maken heeft met het bezoek van president Emmanuel Macron van Frankrijk aan Suriname. We voeren u terug naar het moment. Ten eerste wil ik heel duidelijk vaststellen en aan u meegeven, de regering heeft geen geheime agenda met betrekking tot grenskwesties, territoriale issues. Laat me dat duidelijk stellen. Ten tweede, deze kwestie is lange tijd in voorbereiding en heeft dus niks te maken met een al dan niet op handen zijnde bezoek van een Franse president. Laat me dat ook duidelijk stellen, dat is absoluut niet gerelateerd aan deze issue. Ik wil ook vaststellen met u dat dit inderdaad een discussie is die gaat om de territoriale integriteit van Suriname. En dat vereist altijd een nationale opstelling. Ik wil ook vaststellen, tot slot, dat we in deze hele discussie wel rekening moeten houden waar we over praten. We praten over een vaststelling, een technische vaststelling, met betrekking tot de grens aan de oostzijde. En dat is iets anders dan een discussie over een ontwikkeling van een grensgebied en allerhande andere beleidsterreinen die daarmee te maken hebben. Ik heb hier vragen gehoord die meer te maken hebben met grensontwikkeling als gebied dan met de bepaling, de vaststelling van de technische grens. We kunnen discussies hebben over de methodiek die gehanteerd is. We kunnen discussies hebben over de keuzes die zijn gemaakt en het traject dat is afgelegd, inclusief het traject van consultaties dat is gepleegd.